Jessie Kleine uit Schagen staat zondag in de pre-finale van het Ouderen Songfestival. Een hele prestatie nadat ze is hersteld van een zware beroerte. Ik kon niet praten, ik kon niet eten, ik kon niet lopen. Ik ben halfzijdig verlamd geweest. Volgens de artsen zou ze nooit meer kunnen optreden. En ik had zoiets van, nou, echt niet. Dus ik werd er gewoon zelfs boos over. Ik ben heel erg boos geweest in die periode. En dan wilden ze me helpen met douchen. Dan zei ik, nee, flikker op, doe het alleen. En dan viel ik natuurlijk in die douche. Maar dat interesseerde me niks. Ik moest en zou. Jessie's leven kent veel tegenslagen. Theater is altijd een lichtpunt geweest. Een hele slechte periode in mijn jeugd. Toen mocht ik een keer naar een voorstelling. En dat werd georganiseerd via de Zonnebloem. En ik heb toen anderhalf uur heb ik al mijn shit kunnen vergeten. En eigenlijk is dat mijn drijf. Mensen eventjes alles laten vergeten. Een lach, een traan, herkenning. En als ik dat kan geven aan het publiek, dan geef ik mezelf heel veel terug. Dus eigenlijk is dat een... En dat is eigenlijk waar ik het voornamelijk voor doe. Opgegroeid in een Haagse achterstandswijk was theater not done. Op haar 18e waagde Jessie toch haar eerste stapjes op het toneel. Toen was ik de ontdekking van het jaar. Van jeetje, wat een talent. Ik heb ook alle krantenartikelen daar nog van. En op een gegeven moment toen kwamen ze van het Rood Theater. En dat wist ik veel. En dat waren dus headhunters. En die zeiden, Jess, wij willen jou. Maar Jess wilde iets anders. Als lesbische vrouw wilde ze een verschil maken. Goh, ik zou zo'n behoefte hebben aan liedjes die ook eens een keer gaan over ik hou van haar. In plaats van, ik hoorde alleen maar dat alle vrouwen zongen ik hou van hem en een gezinnetje, leuk. Toen dacht ik van ja, maar bestaat dat eigenlijk? Dat bestond toen niet. En toen heb ik voor het eerst heb ik liedjes gezongen en gemaakt over twee vrouwen en over homo's en over van alles en nog wat. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Dus ik ben toen een beetje gaan optreden binnen COC's en dat soort dingen. Alleen, ik vond het op een gegeven moment ook wel een beetje beperkt, want ik hou van mensen. Dus de doelgroep waar ik voor wil zingen, die moet breed zijn. Het gaat over liefde en die is universeel, ook tussen mannen en vrouwen. Ik kan zo genieten van twee mensen die gek zijn op elkaar. Ik vind dat prachtig. Maakt me niet uit in wat voor samenstelling. Vorig jaar won Jessie het COC Songfestival. Dit jaar doet ze dus een worp naar de titel op het Ouderen Songfestival. Als ik hier doorheen kom zondag, dan mag ik naar de finale. En dat is in een heel groot theater. Dat is het Nieuw Amsterdam Theater. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ondanks alle lofzang en volle zalen ontbreken er toch twee belangrijke personen in Jessie's publiek. En mijn vader en mijn moeder hebben mij nog nooit horen zingen. En ik heb echt door heel Nederland in heel veel theaters gestaan. En toen op een gegeven moment, was ik in Delft. Toen deed ik weer mee in het Songfestival. Dus toen zei pa, nou moet je komen, want het is hier een kwartiertje vandaan. We komen je ophalen. Ik zeg, wordt tijd dat je een keer je dochter hoort. En toen belde die de avond van tevoren op, zei kind, ik kan het niet. En ik begrijp nog steeds niet waarom. Lach en je lach en we lachen alles weg. Onze vriendschap, die zal blijven. Zoals heb en vloed en de deur van mijn hart. Jessie laat zich niet uit het veld slaan en zoekt altijd zelf de positiviteit op. Zo werd zij 2 jaar geleden weggepest uit een ouderencomplex in Soesterberg vanwege haar geaardheid, maar verhuisde ze naar Schagen en hier is ze helemaal op haar plek. Ja, ik ben hier blij. Ik ben hier echt heel gelukkig. En hier is dus ook, door die blijdschap, heb ik weer ruimte om te creëren, heb ik weer ruimte om te gaan. En hier is het ontstaan. Want ik werd toen gevraagd als Strot van Schagen. En vanaf dat moment ben ik dus weer helemaal in de muziek gaan zitten. Ja. Dus ja, ik ben Schagen heel dankbaar. Een vriend voor het leven. Ik zal open doen.